Goedendag, hier Pieter Monsma aan de vastgoedtafel van Great Property Experience. En hier gaan we een onderwerp behandelen wat ontzettend belangrijk is voor startende vastgoedbeleggers die op zoek zijn naar een financiering. En die kun je vinden bij particulieren. Dat leren we mensen natuurlijk vaak. En we hebben hier een praktijkgeleerde aan tafel, Anne van Vaals. Hij is namelijk ook een investeerder voor vastgoed. En als jij dus bij een particuliere investeerder zit, wat voor tips kun je dan krijgen? En Anne vertelt precies waar hij op let als jij bij hem aan tafel zit om een huis te financieren. Aan tafel, Anne van Vaals, welkom. Dankjewel. Dankjewel. We hebben tegenwoordig publiek in de studio. Ja. Hoe gaaf is dat? En Anne, je komt helemaal uit Leeuwarden hier naartoe rijden. Ja. Hoeveel kilometer was het precies? Dat was, ik weet het niet precies, maar het was ongeveer 227 kilometer. 227, precies. Ja. Toch weer precies. Ja. Goed. We gaan direct naar het onderwerp. Jij bent investeerder in vastgoed. Ja. Dat doe je voor jezelf, maar je doet het ook voor anderen. Ja. Ja. En dat heb je natuurlijk voor ons gedaan. Ja. Ja. Vertel eens, waar kijk je naar? Wat doe je? Ik kijk naar een palet van omstandigheden. En dan moet je dus denken, ten eerste, je kijkt naar degene die het geld vraagt. Want het is de bedoeling dat dat geld ook weer terugkomt. Dus je kijkt naar de gegoedheid, de integriteit en de kennis van degene die jouw geld komt vragen. Mooi. Wij hebben een voorbeeld, hè? Want wij zijn in contact gekomen. Wij kenden elkaar eigenlijk niet. We hebben via Eigen Finance uit Leeuwarden hebben wij naar een particuliere investeerder gevraagd voor een pand van onszelf, van Frank en mijzelf. Ja. En toen werd dat gefinancierd en wij wisten niet wie daarachter zat, want dat ging via een tussenpersoon. Ja. Maar uiteindelijk hebben wij elkaar leren kennen. En ik ben zelfs bij je vrouw wezen eten. Ja. Superleuk. Maar hoe is dat voorbeeld gegaan in het destijds? Nou, dat voorbeeld is zo gegaan dat dus inderdaad jullie dat verzoek bij Eigen gingen neerleggen en Eigen dat bij mij doorspeelde. Ja. Met eigenlijk een klein A4'tje. Met datgene, 1 A4, hè? Ja, 1 A4'tje wat werd gevraagd. Ja. Dat was de hoofdsom, dat was de geboden rente, dat was de zekerheid en het plan wat jullie met dat pand hadden. Precies. En de doorlooptijd, hoeveel tijd je daarvoor nodig achtte. Ja. Dus ik wist eigenlijk precies waar ik aan toe was. Ja, en je had de zoekvraag dan bij Eigen neergelegd dat je wilde financieren? Ja, ik wilde wel financieren, maar ik dacht, hoe kom ik bij een betrouwbare partij aan tafel? Ja. Dan kun je natuurlijk zelf een advertentie zetten, bij wijze van spreken, of dat kenbaar maken. Maar ik had wel wat comfort bij een goed bekendstaand intermediair, zeg maar. Ja. Ik denk, dan heb ik wat een bredere spreiding. Precies. En hij gaf aan van, kijk, dit is de website van die jongens. Dit is een van de oprichters, een oud Fries. Pieter Monsma. En dit is de BV die het leent. Ja. Nou, ik dat nazoeken op internet. En jij doet dus echt wel onderzoek naar de persoon erachter? Ja. En die BV was natuurlijk net opgericht, dus ik denk, daar gaan we weer. Maar goed, jouw achtergrond, de positieve impuls van Eigen, de track record die jullie hadden in het buitenland, Het plan, jullie ervaring daarin, gaf voor mij voldoende impuls om te zeggen, ik ga die lening versterken. En toen ben jij dus echt als verstrekker geweest van de lening. Ja. Daarna hebben wij hem geflipt, zoals dat heet, dat huis. Heb je je lening weer teruggekregen. Precies. Daarna heb je weer een huis van ons gekregen. Ja. Heb je ook weer gefinancierd. Ja. En nu zit je bij ons aan tafel. Fantastisch dat je informatie wilt delen. Waarom wil je eigenlijk de informatie delen aan mensen? Nou, omdat ik merk dat er meer mensen zijn zoals mij, die een bepaalde fase in hun leven zitten. Die hebben dan hard gewerkt, die hebben dan vermogen, die hebben geld op de bank. Ja. En die zeggen, vredesnaam, wat moeten we met dat geld? En jij wil die mensen ook motiveren om te doen wat jij doet? Nou ja, ik wil in ieder geval een passend alternatief bieden en ook eens meelaten delen hoe ik erin sta. En dan kunnen ze zelf die afweging maken van, dat is ook wel wat, het zou ook wel wat voor mij kunnen zijn. Want jij hebt positieve ervaring om jouw spaargeld te investeren in vastgoed. Ja, precies, precies. En wat voor rendementen wil jij dan daaruit hebben? Is dat belangrijk? Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, want ik krijg aangeboden 6-7 procent. Ja. Nou, dat vind ik ten opzichte van als je het in huur hebt, nou heb je ook dat is vergelijkbaar iets. Heb je het op een bank staan, dan heb je een negatieve rente. Dat zijn wel niet hele dikke bedragen, maar goed, het is toch wel lastig. Ga je in effecten? Ja, dan weet je ook niet precies waar je aan toe bent. Dat, je kunt een ritje mee omhoog maken, maar je kunt ook in een tijdelijk dal terechtkomen. Mm-hmm. Nou, als je dat leuk vindt, dan moet je dat doen. Maar ik was daar niet zo van, zeg maar.
En dit is allemaal te overzien. Je kent de panden, je kunt er naartoe rijden, je kunt het bekijken. Je kunt met de mensen die het hebben, kun je in overleg. Je hebt het intermediair ertussen, je hebt hypothecaire zekerheid. En je hebt het vastgoed als zekerheid, hè? En je hebt het vastgoed als zekerheid. Want je hebt recht van de eerste hypotheek. Precies. Nou, vragen we jou om hier een aantal tips te geven. Ja. Maar even kort jouw achtergrond, want je bent accountant geweest. Ja. Maar niet zomaar accountant. Je hebt je eigen accountantskantoor gehad. Ja. Even kort. Ik heb dus mijn opleiding gedaan in loondienst. Ja. En toen ben ik directeur van een vestiging geweest van een groot kantoor. Ik ben vennoot van een... Van een accountantskantoor geweest? Ja, van een landelijke maatschap. Toen mijn eigen kantoor opgebouwd. Ja. Dat weer verkocht. Ja. En, op die manier vermogen? Op die manier vermogen geïnteresseerd. Dus door hard te werken, maar ook als ondernemer wat te gaan doen. Ja. En dat vermogen dat laat ik nu ook voor mij werken in de vastgoed. Maar ook in combi met vastgoedleningen, zeg maar. Met vastgoedleningen. Dus ja, je eigen vastgoed. Je hebt een paar panden zelf. Ja. Hoeveel panden heb je? 7. Je hebt al 7 panden? Ja. Ja. Goed bezig. Ja. De laatste keer dat ik je sprak had je er nog 2. Ja, maar goed, ik ben een snelle leerling. Dus ik luister goed naar jou en dan snap ik dat ook. Super. Ja. En je geeft leningen aan particulieren. Ja, precies. En heb je daar een reden voor om dat te scheiden? Ja, dat doe ik daarom, omdat dat natuurlijk wel een mooi rendement is. Want je hebt relatief weinig risico en het is netto-netto. Ik bedoel, er gaan weinig of geen kosten af. Eigenlijk geen kosten. Nee. Je weet precies waar je toe bent. Maar dan let je wel op dingen, want je gaat het natuurlijk niet zomaar doen. Het is je zuurverdiende geld. Nou, en dat hebben meer mensen natuurlijk. Dus die zeggen, ja, dat zijn wel prachtige verhalen, maar hoe weet ik nu dat goed komt? Nou, zeg maar. Je kunt die twee type mensen, die kun jij inspireren aan tafel. Daarom hebben we je uitgenodigd. De ene, dat zijn de mensen die ook geld op de bankrekening hebben staan. En dat ook zouden willen uitlenen, mm-hmm. of tenminste rendement erop willen halen. Ja. En er zijn niet zoveel methoden om er goed rendement op te halen. Precies. Met onderliggend eigendom. En daarnaast de mensen die op zoek zijn naar die financiering. Nou, precies. Dan hebben we je gevraagd om 5 punten even toe te lichten. Dus heb je punt 1. Ja. Nou, waar let je op? Waar let jij op als investeerder? Waar let jij op? Primair let ik op het plan. Dus met andere woorden, wat koopt men aan? En wat is het plan daarmee? Wat is de visie? Maar dat is geen groot plan, dat is een A4'tje. Ja, ja. Houd het zo simpel mogelijk. Dus wat moet de starter doen voordat hij bij jou komt? Het helpt als hij aangeeft wat hij wil kopen, voor hoeveel hij het koopt, hoeveel hij gefinancierd of zij wil hebben, wat het plan is met dat pand. Is dat waarde toevoegen en dan verkopen? Ja. En dan ook aangeven wat kost die waarde toevoeging, waar bestaat dat uit en wat is het beoogde verkoopbedrag? Ja. Zo mogelijk ook gedocumenteerd, voor zover dat kan. Ja. En daarnaast ook de gegoedheid van de persoon. Dus de gegoedheid? Ja, daar bedoel ik mee de integriteit en de betrouwbaarheid, zeg maar. Ja. Dus komt iemand de afspraken na en heeft hij daar een goed idee bij? Heeft hij voldoende netwerk? Ja. Kijk, iemand die dat al 10 jaar doet, die heeft zichzelf bewezen. Maar er zijn ook mensen die moeten de eerste stap een keer doen. Precies. Nou, als ik dat eventjes uitleg. En op het moment dat iemand die eerste stap doet, dan kun je hem niet afrekenen op zijn track record. Want dat is er niet. Nee. Dus dan moet je andere elementen meespelen. Nou, en daar spelen met name dus het plan, de visie en de kennis die hij heeft opgedaan. Ja. Om dan tot een financiering te komen. Dus het kan best wezen dat iemand bijvoorbeeld geen ervaring heeft, maar wel een tip krijgt voor een pand beneden de marktwaarde. Echt waar? Dat kan. En dan kun je zeggen, ik haap toe. En dan kan hij zeggen, nou, maar ik zoek nog met een goede waarde toevoeging. Dan kun je zeggen, nou, dat weet jij niet, ik weet het ook niet. Ja. Maar ga die eens vragen. Maar die weet wel, met weinig geld, dat waarde toevoegt. Ja. En op het moment dat je dat hebt, de combinatie van scherp inkopen, waarde toevoeging, dan maakt het niks uit of het de eerste keer is, of de 10e keer, zeg maar. En dan kun je zeggen, nou, ik financier dat, hypothecaire zekerheid. Diegene die het koopt, die voegt waarde toe. Dat gaat hij zelf financieren of met anderszins, zeg maar. Dan komt die waarde toe aan jouw onderpand. En dan heeft diegene een keus. Dan kan hij verhuren, hij kan verkopen. Ja. En dan lost hij jou wat af. En dan kun je dat feestje nog een keer nog doen. Een keer doen. Of. En hij kan ook zeggen, nou weet je wat, ik ga eerst even met die informal investor tegen 6% lenen. Die helpt mij dan op gang, want dan ben ik los. En dan kan je later bij een bankaire instelling, die zijn natuurlijk ook wel vastgoedbanken, herfinancieren. Dat is interessant. Dat is interessant. Dat is interessant. Eventjes kort even samenvattend.
Jij kijkt als iemand met je komt met een A4'tje naar de betrouwbaarheid van die persoon. Ja. Naar een goed plan. Ja. Naar dat er waarde toegevoegd kan worden. Ja. Dat er visie is bij diegene. Ja. Of je nou starter is of niet. Het gaat om een goede deal. Precies. Want natuurlijk iedereen kan aan een goede deal komen. Ja. En als die goede deal goed is onderbouwd. Bijvoorbeeld met iemand anders die daar al een taxatierapport op heeft gelegd. Precies. Ja, dan krijg jij, ja, als starter een financiering van een particulier zoals jij. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Nou zei je al, je krijgt een financiering van een particulier. Dat kost rond de 6%. Ben je voor 5% ook oké? Of liever, daar zit een beetje de grens. Ah, dan begin ik al wat moeilijk te kijken. Dan denk ik, dat moet toch wat meer kunnen. Ja. Misschien als je 10 jaar lang 5% krijgt, dat je het dan wel doet. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Kijk, misschien ben ik wel een beetje verwend natuurlijk, omdat hij vastgoed maakt dat wel wil betalen. Precies. Dan denk je, waarom niet? En dan komen we op die 6%, want dan heb je de 6% die jij krijgt, dat is rente. Ja. Ik als starter, ja, betaal je 6%. Precies. Maar dat is eigenlijk best een hoge rente. Ja. En dan zeg je, dan ga je dat herfinancieren. Ja, kijk, waarom zal dus een vastgoedinvesteerder dat toch betalen? Want hij krijgt die kans. En hij kan ook zeggen, nou, ik hou mijn eigen geld erbuiten. Of dat ga ik al investeren voor de verbouwing. Maar ik kan toch los. Je benut die kans, zeg maar. Ja. En als je dan ziet naar het huurrendement wat je kunt krijgen, of wat voor rendement je kunt krijgen op de transactie bij verkoop, dan is die 6% nog maar weinig, zeg maar. Absoluut. Dus je moet eigenlijk in kansen denken. Ja, dankjewel. En je kunt herfinancieren. En je kunt herfinancieren. Dus uiteindelijk als je het pand hebt en je zou het gaan verhuren, dan betalen ze jou eigenlijk dus je geld terug. En de bank komt er dan in voor bijvoorbeeld 2 of 3%. Precies. Want dan gaat het om zeker met die stad die gaat denken, ja, dat is me leuk en aardig. Ik heb nu een mooi pand, ik heb waarde toegevoegd, ik heb huur, ik heb geldstroom. Ja. Maar ja, die gekke informele vesten, die trekt er toch per maand 6% uit naar tijdsgelang. Dat moet toch goedkoper kunnen. Ja, ja, dat kan ook. Ik weet nog dat je boos op ons was, dat we dat pand weer verkocht hadden, een dikke winst op gemaakt hadden, jou je 6% hadden verdiend, en dat je zo snel mogelijk weer een nieuw pand wilde hebben. Geld op de bank. Ja, en dat staat nut, dat staat renteloos. Ja. Dus je wilt, als je een pand hebt, geen leegstand. Mm. Ja, en ik wil geen geld op een bank wat niks oplevert. Heb je nog andere tips voor ons? Of heb je het in één keer zo opgenoemd? Nou ja, kijk, het is altijd tijd om te kopen en te investeren in de vastgoed. Maar tijd wel, om te kopen. Ja, het is tijd om te leven. Ik hou er nu al van. Het is tijd om te leven, maar het is ook tijd om te kopen. Je kunt wel zeggen, ja, maar die 8% is erbij gekomen. Nou, let op. Het was ooit al 6%. 8% overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. En daar wordt iedereen wat zenuwachtig van. Het is ook vervelend natuurlijk. Maar aan de andere kant, het vastgoed was altijd al betrokken met 6%. Het is tijdelijk 2% geweest. Maar in de totaallijn maakt die 8% niet zoveel uit. Dat moet je toch in de mix zien. En onzekerheid hou je altijd. Maar ik ben ervan overtuigd dat vastgoed, ook gezien de demografische omstandigheden, nog steeds heel veel kansen biedt. Het is echt fantastisch om te zien, om een praktijkgeleerde het uit te leggen hoe het echt werkt. Wij kenden elkaar helemaal niet in het begin. Nee. Wij hebben via een intermediair hebben toen destijds gezocht naar een particulier geld. En dat leren we jou ook als starter. Want particulier geld is er op dit moment in overvloed. Anne is eigenlijk een vertegenwoordiger van, denk ik, een leger aan particulieren die ontzettend veel geld op de bank hebben. Heeft staan en waar geen rente op komt. En die zijn op zoek naar jouw deal. Die zijn op zoek naar een goede vastgoeddeal waar ze het recht van de eerste hypotheek op hebben, waar een goed plan achter zit om waarde toe te voegen, waar je in het begin misschien wat een hogere rente betaalt aan die particuliere investeerder, maar uiteindelijk weer kunt herfinancieren als je het houdt en daar een lagere rente op krijgt en dus daar een hogere cashflow uit krijgt, een hoger passief inkomen. Fantastisch, bedankt Anne. Graag gedaan. Misschien heb je nog een laatste blik in de camera voor de kijkers. Ja, met jouw laatste woord, want we geven altijd de gast het laatste woord. Ja, nou ja, eigenlijk heb ik het al gezegd. Het is tijd om te leven, dus het is heel goed om te focussen op passieve inkomen. Ik heb zelf een groot deel van mijn leven actief gewerkt. Dan dacht ik, om de vermogen te hebben, moet ik dat zelf allemaal doen. Nou, daar is op zich ook niet zoveel mis mee natuurlijk. Maar de mensen die er wat jonger zijn en die nu ook die kansen krijgen, nou, die gun ik dat van harte. Dus neem die eerste stap, doe het gewoon. Zorg ervoor dat je met goede mensen in contact komt. En dan gaat er weer een wereld voor je open. Anne, super bedankt. Ja, ik zou bijna zeggen applaus.
Ja, fantastisch. Zo zie je maar. Als starter kun je prima investeerders om je heen krijgen. Als je maar een goed plan hebt. En dat je je betrouwbaarheid die je hebt opgebouwd in de laatste jaren laat zien. Maak jezelf zichtbaar. Wees transparant daarin. En je krijgt ook je financiering klaar voor je eerste pand. Hierbij aan de vastgoedtafel sluiten wij het. We hadden publiek erbij vandaag. Fantastisch. Iemand die ons vastgoedjaarprogramma net volgt. Dat is heel gaaf. Volg ons op onze social media kanalen. Volg de video's. Want wij geven ontzettend veel informatie. Ja, om jou ook financieel vrij te krijgen. Want het gaat om die kennis die je hebt. Maar het gaat ook om jouw enthousiasme. Ja, de inspiratie waarom je het doet. En je zag het ook bij Anne. Ja, het is tijd om te leven. En met z'n allen gaan we ervoor. Het is een missie van Great Property Experience. Mijn naam is Pieter Monsma. Tot snel. Hoi, hartstikke leuk dat je keek naar de video van Great Property Experience. Wil je nou alles weten van financiële vrijheid door middel van investeren in vastgoed? Abonneer dan hier. Druk op de bel. Tot snel.